Welkom bij Rijnmond. Boeren op Goeree-Overflakkee maken zoetwaterplan. Het kan al 2 of 3 jaar duren. Dat is echt een meerjarenplan. Maar ja, als je niks doet, dan weet je zeker dat het misschien de verkeerde kant op gaat. Autorijstroken opgeofferd voor meer fietsruimte rondom Erasmusbrug. Als het niet werkt, kun je een experiment altijd weer terugdraaien. Als het wel werkt, dan gaan we zorgen dat het ook permanent zo blijft. En reserveer je plekje in de moskee met je mobiele telefoon. Die app die gaat ons helpen om ervoor te zorgen dat altijd dat we ons houden aan de maximale capaciteit die toegestaan is. Morgen veel zon en droog. Het wordt 21 graden langs de kust, 23 graden in Gorinchem en er staat maar weinig wind. Nou, meer over het weer kunt u nalezen op rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. Sekswerkers zijn niet te spreken over de Nederlandse overheid. Want andere contactberoepen zijn alweer aan het werk, terwijl zij pas op 1 september mogen beginnen. En ze krijgen weinig financiële steun vanuit de overheid. Nou ja, om op te komen voor hun rechten, komen onder andere 10 sekswerkers samen in Rotterdam om een tatoeage te nemen. Allemaal een lettertje van het woord protection, dat komt uit artikel 23 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Helaas krijgen sekswerkers in de praktijk niet altijd gelijke rechten en gelijke behandelingen. Dat is nu heel duidelijk in de coronacrisis. Ze mogen nog niet aan het werk, maar ze krijgen ook geen steun eigenlijk voor het verlies aan inkomsten wat ze nu hebben. Sommige sekswerkers hebben ook niet per se andere mogelijkheden om via ander werk hun geld te verdienen. Dus ze zijn echt in acute geldnood, hebben echt geen geld voor hun eerste levensbehoeftes. Tika Stardust is al 15 jaar sekswerker voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Met het zetten van een tatoeage hoopt ze een duidelijk statement te maken, want ook zij voelt zich gigantisch achtergesteld. Het is te kort door de bocht om sekswerk niet te laten plaatsvinden. Zeker voor de mensen die ik bezoek. Als je dan kijkt van, ik zou ze kunnen helpen binnen de normen die er nu zijn. Ik bedoel, de coronamaatregelen. De coronamaatregelen. Er zou geen enkel meer risico zijn dan een pedicure die langskomt, wat wel nu kan. En die waarschijnlijk nog meer contact heeft of ja, even dichtbij. Tika heeft het geluk dat ze naast het werk nog een andere baan heeft. Voor 1,5 dag. Hoewel dit geen vetpot is, realiseert ze zich dat er mensen zijn die het nog veel zwaarder hebben dan zij op dit moment. En over deze groep maakt ze zich grote zorgen. Het gebeurt al dat het toch wel gebeurt, zoals alles wat verboden wordt. En ik hoopte ook dat de weedshops en zo, dat, toen merkten ze, het probleem wat eruit voortkomt gaat groter zijn dan. Dus ik dacht, oké, dat is met sekswerk ook. Het gevaar voor sommige mensen die nu niet beschermd worden, omdat ze mogen helemaal nu aan niemand zeggen wat ze aan het doen zijn. Dus ja, je kan op je vingers natellen dat het gevaarlijk is. Beregenen. De boeren zijn er dag en nacht druk mee vanwege de droogte. Maar hier op de kop van Goeree-Overflakkee knijpen ze wel. Want zoet water is hier maar beperkt beschikbaar. Ja, we hebben zo ook de kwal op de kop van de eiland. Dat gaat onder de buitendijk door zout water aan de buitenkant. Waardoor dan je geen zoet water hebt. Dus dan kan je gewoon niet beregenen. Dan moet je eigenlijk met een verticale drain wat doen of een diepe bron slaan. 2 jaar geleden zag Jan de Jong uit Oudorp zijn uienoogst al verloren gaan door de droogte. Dit jaar ziet het er vooralsnog beter uit. Er kan beregend worden, al blijft de vraag hoe lang nog. Dit jaar hebben we dan de uien op een perceel waar we wel kunnen beregenen. Dat is natuurlijk wel, daar hebben we toen mee geleerd. We doen geen uien meer op de percelen waar we niet kunnen beregenen. Want dat uien en zeker ook vroeg aardappelen als ze hier staan, die moet je kunnen beregenen. Kun je die niet beregenen, dan heb je gewoon, geen gewas. Dat zie je gewoon vaak gebeuren. Tot nu toe hebben we nog genoeg water op heel vlak 1. Maar iedereen is aan het beregenen, dus het gaat best behoorlijk hard. Zo'n Sjoerd werkt inmiddels samen met andere boeren, natuurorganisaties en het waterschap aan een zoetwaterplan. Waarbij zoet water beter wordt opgeslagen en niet terugstroomt in zee. Want met de 3e extreem droge zomer op rij wordt het tijd om verder vooruit te denken. We gaan starten met meten waar het zoet en zout water zit. En ja, zo gaan we proberen om meer zoet water vast te houden in ons gebied. Maar die oplossing die laat dus nog even op zich wachten? Ja, dat kan al 2 of 3 jaar duren. Dat is echt een meerjarenplan. Maar als je niks doet, dan weet je zeker dat het misschien de verkeerde kant op gaat.
En nu proberen we toch een beetje iets eraan te doen. En dus is het voorlopig, zolang het nog kan, beregenen, beregenen, beregenen. En hopen op toch wat regenval. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Nou, dat kunnen we zelf niet regelen. Dat is jammer. Maar ja, of gunstig, want anders had je misschien nog meer ruzie in de hele wereld. Rondom de Erasmusbrug is een verkeersexperiment gestart dat ervoor moet zorgen dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Daardoor zijn er de komende 4 maanden minder rijstroken voor automobilisten en is die vrijgekomen ruimte voor de fietser. Nou, we vinden het heel belangrijk dat in Rotterdam steeds meer mensen lopen, fietsen. Dat is een gezonde manier van verkeer en ook heel ruimte-efficiënt. Daar waren we mee begonnen al voor de coronatijd. Het komt nu wel extra goed uit. Hè. We zien dat dit kruispunt, hier met name bij de Erasmusbrug en aan de overkant, dat wordt de fietsen ongeveer 14.000 mensen per dag over de Erasmusbrug. Maar we zien dat het knel loopt. En wat we nu hebben gedaan, is er meer oversteekruimte voor voetgangers en fietsers. Waardoor het een stuk veiliger is en aantrekkelijker is om door de stad te lopen en te fietsen. U bent op uw fiets naar uw werk. Heeft u iets gemerkt hier rond dit kruispunt? Ja, volgens mij is er een stuk autoweg afgezet voor fietsers. Ja. En wat vindt u daarvan? Heel goed. Want beter op de fiets, beter voor de luchtkwaliteit, alleen maar doen. Het is nu wat rustiger natuurlijk, omdat er minder mensen op straat zijn. Maar gewoon normale werkdagen, dan is het hier super druk. En ja, dat is gewoon best wel gevaarlijk. Ik ben er blij mee. Misschien dat mensen nu ook minder snel de auto pakken en toch wat sneller de fiets pakken. Dat zou ook wel mooi zijn. De automobilist zal minder blij zijn, nu er een rijstrook minder is. We hebben berekend dat dit moet kunnen. En daar hebben die fietsers en die voetgangers dan heel veel profijt van. En dat het niet te veel last voor het autoverkeer zou moeten leveren. Dat gaan we zien. Als het niet werkt, kun je een experiment altijd weer terugdraaien. Als het wel werkt, dan gaan we zorgen dat het ook permanent zo blijft. 10 minuten was het hele huisje weg dit. Ik denk dat het totaal een half uur heeft geduurd. Was allebei helemaal weg. Door een felle brand werden zaterdag kort voor middernacht 2 huisjes bij volkstuinvereniging Vijfsluizen in Schiedam verwoest. Niemand raakte gewond. We vierden mijn verjaardag en de buurman ziet in één keer een vlammetje. Christine de tuinstuiner fik, we rennen naar buiten en toen stond de hele voorkant in een steekvlam in de brand. De gasflessen spoten leeg. En het was over, toen bleef dit over. Ja, het is al een paar keer gebeurd op de tuin natuurlijk, brandstichting. En dit is dan koortsluiting. En dat kan altijd gebeuren, maar vrolijk word je er niet van. De brandweerpolitie heeft met 4 man alles uitgezocht en tot zover is het koortsluiting en er waren geen brandbare vloeistoffen of het hoeft maar een klein dingetje te zijn en alles is keurig droog. Het had weinig gescheeld of je kinderen hadden hier geslapen. Je zou er met z'n 3 in gaan slapen. Mijn dochter had al de tas erin gezet, die wou al eerder. Nou, ik ben blij dat ze niet zijn gegaan, want ze hadden nergens heen gekend als een rat in een val. Dus dat is wel schrikken voor de kinderen ook. Die, pap, ik had het kunnen leggen. Ja, dat is wel bizar. Er stond een draaiwind en die ene gasfles, de vlam was net zo hoog als de boom. En toen ging de buurman zijn huisje mee en dat was niet meer te redden. Die man heeft lust en leven erin zitten en dat snap ik wel. En wij waren nog bezig dus, en ze hebben het een jaar, dus dat is heel anders als je het 25 of 30 jaar hebt. En hij mag boos zijn, ja. Ik snap het wel. En ik heb nog aangeboden om alles voor hem op te ruimen. En wil hij een nieuw huis zien, bouw ik hem nog voor hem ook. Want die mensen gaan kapot en dan zielig. Modeontwerpster Kate Eason is er dag en nacht mee bezig. Het maken van tabby nou op je muil, joh, mondkapjes. Het mondkapje is populair, want de aanvragen voor Kate's handgemaakte mondkapje stromen binnen vanuit alle hoeken in Nederland. Je merkt gewoon dat mensen het niet zo leuk vinden dat ze verplicht een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer. En je merkt gewoon dat heel veel mensen reageren met, nou, als het dan toch moet, dan maar deze. Dus, en niet alleen Rotterdammers, want ik krijg bestellingen uit Amsterdam, Gelderland, Limburg, Groningen, België. Dus het slaat wel aan. Maar Richard Groenendijk is de geestelijk vader van Tabby. De cabaretier bedacht een hondje met die naam en heeft daarom patent op de naam Tabby. Echter bij toestemming gekregen, kosteloos om die te gebruiken. Dus Richard Groenendijk, helemaal top. Daarnaast ontwerpt Kate nog meer mondkapjes. Ondanks het succes van de mondkapjes heeft ze binnenkort andere plannen. Ik blijf wel doorgaan zolang er vraag is. Alleen ik hoop wel dat ik niet heel het jaar door tot kerst mondkapjes moet gaan naaien.
Net als bij de bioscoop, de restaurants en musea zijn de 1,5 meter strepen nu ook gesignaleerd bij kerken en moskeeën. We hebben daar de markeringen aangebracht met pijlen om de looprichting te laten zien, maar ook de strepen die, 1,5 meter, die op 1,5 meter zijn afgemeten. De schoenen moeten worden meegenomen in een plastic zakje naar de gebedsruimte. Ook hier in de gebedsruimte zul je zien dat er allemaal van die tijdelijke gebedskleedjes, wegwerpkleedjes staan. En er staan markeringen waar mensen kunnen staan om die 1,5 meter te waarborgen. Bijzonder aan de heropening van de moskee is dat de toegang wordt geregeld met behulp van een app waar bezoekers zich vooraf moeten aanmelden. We moeten de normale gebedsdiensten opsplitsen in meerdere rondes. En die app die gaat ons helpen om ervoor te zorgen dat altijd dat we ons houden aan de maximale capaciteit die toegestaan is. Het maken van de app was een spontaan idee van vrijwilligers in de moskee. We zaten samen te brainstormen en we bleken dat we veel meer talenten in ons team hadden dan we dachten. We hadden een business analyst, we hadden een front-end developer, een back-end developer, ik als IT-consultant. En toen dachten we, nou, dit kan niet missen, we gaan hier gewoon mee aan de slag. Maar waarom is toegang door middel van een app beter dan hoofden tellen bij de deur? Je moet één ding weten, er zijn mensen die gaan al hun hele leven naar de moskee. Of die komen er al jaren. Dus op het moment dat zij horen dat zij weer naar de moskee mogen en kunnen, zullen ze daar ook gebruik van willen maken. Het gemis is groot bij die mensen. En om te voorkomen dat er straks een paar honderd man voor de deur staan, moet dat natuurlijk wel gewoon allemaal in goede banen geleid worden. Per 1 juni mogen maximaal 30 bezoekers worden toegelaten, maar hier richt men zich op 1 juli. Dan wordt het maximum aantal bezoekers, als alles goed gaat, verruimd tot 100 personen. Dit soort ruimtes zijn gemaakt om enorme hoeveelheden mensen bij elkaar te brengen. Mensen zitten hier heel dicht bij elkaar. Maar wat er nu moet gebeuren is precies het tegenovergestelde. Veel minder mensen en veel meer uit elkaar. Daar moeten we de nodige maatregelen en voorbereidingen voor treffen. En we willen liever goed open dan straks met halve werk alsnog in de problemen komen. De app is in de eerste plaats gemaakt voor deze Rotterdamse moskee, maar kan ook interessant zijn voor andere gebedshuizen. Dit is eigenlijk veel meer. De moskee is een gebedshuis met een gebedsruimte met gebedsdiensten. Dat is hetzelfde geldt voor de kerk, geldt voor de synagoge. Dus we hebben eigenlijk de app op zo'n danige manier gemaakt dat het ook door andere gebedshuizen of religieuze organisaties gebruikt kan worden die gebedsdiensten aanbieden. Als je nou één les wil trekken en wil leren van deze crisis, is dat je groener uit deze crisis moet komen. Dat betekent investeringen in duurzame energie, wind, zon, groene waterstof, hè, die we maken uit wind, die geef je voorrang. En niet weer blijven investeren in de oude economie, want dan blijf je kwetsbaar. Ja, voor Jan Rotman staat het vast. Rotterdam moet versneld investeren in de verduurzaming van de haven om de economische schade door de coronacrisis nog enigszins te beperken. Zolang je nog afhankelijk bent van fossiele energie, hè, olie en kolen en gas, dan krijg je zwaardere klappen dan dat je afhankelijk bent van duurzame energie. En de haven in Rotterdam is voor een groot deel afhankelijk van China en Rusland. Dat zijn natuurlijk landen waar je eigenlijk niet afhankelijk van wil worden. De Rotterdamse haven vergroent al met initiatieven voor de opvang en de opslag van CO2. De bouw van windmolens op zee en een fabriek voor waterstof bijvoorbeeld, inclusief de infrastructuur. Maar dat zijn nog maar kleine stappen, aldus Rotmans. Veel bedrijven die hier in de haven zitten, wachten op de overheid, hè, subsidiestromen. Kijken maar naar CO2 onder de grond opslaan. Men verwacht eerst dat Den Haag of Brussel met geld komt. Terwijl ik vind dat deze bedrijven echt miljarden moeten gaan investeren in duurzame energie. Dat is een morele plicht. Dus als je kijkt naar wat ze investeren in het oude en het nieuwe, dan gaat 90% nog naar het oude en 10% naar het nieuwe, het duurzaam. En dat zou binnen 5 jaar omgekeerd moeten zijn. 90% naar het nieuwe, schone, duurzame, en maar 10% naar het oude. Dan word je veerkrachtig en dan ben je ook meer crisisbestendig. Havenwethouder van Gils is juist positiever over de ontwikkelingen voor de haven. Niet iedereen weet te overleven, verwacht hij. Maar anderen zien juist kansen. En het kan zomaar zijn dat juist deze tijd toch tot een redesign leidt. In de zin van het zal niet meer zo worden met olie en gas als dat het was. Dus op sommige terreinen zal het sneller gaan. Tegelijkertijd de middelen om daarin te steken, die zullen misschien wat minder worden. Dit was Welkom bij Rijnmond. Zometeen kun je kijken.